Kinderen zijn de toekomst van ons land. Meer dan alleen de toekomst. Ze kunnen nu al hun natie veranderen. Ik denk dat, als we dit concept begrijpen, we nu al in hun leven zouden investeren. En hiermee niet zouden wachten tot later, omdat we denken dat onze kinderen over 10 jaar wel volwassen zullen zijn. In feite hangt het van ons af en de manier waarop we nu in hun leven investeren, hoe kinderen opgroeien en wat of wie ze uiteindelijk zullen zijn. En als we de samenleving willen veranderen, is het nodig om te beginnen bij de kinderen. Ik denk dat we de kinderen aan de zijlijn plaatsen. We willen dat ze bezig gehouden worden, maar we zien niet de waarde van het trainen van jonge kinderen. We zien niet dat ze eigenlijk al gebruikt kunnen worden door God. We denken dat we hen alleen het woord van God moeten onderwijzen, maar we leiden hen niet naar een persoonlijke relatie met hem. Dat is een fout die we maken. Een andere zorg van mij is welke plaats de kerkgeschiedenis krijgt in ons onderwijsprogramma. Die ontbreekt bijna volledig. Daarom weten onze kinderen weinig over helden uit het verleden en hoe zij de maatschappij hebben beïnvloed. Kinderen werden in het verleden zelfs gebruikt door God om naties wakker te schudden. Zoals koning Josia in de Bijbel, die het land leidde terwijl hij 8 jaar oud was. Ik denk dat ons idee over kinderen sterk beïnvloed is door ons wereldbeeld. In ons land, dat een boeddhistisch wereldbeeld kent, wordt er weinig waarde gehecht aan kinderen. Zelf groeide ik op in het communistische Oost-Duitsland, waar kinderen niet echt van waarde waren totdat ze volwassen werden. Omdat men dacht dat alleen volwassenen de maatschappij konden veranderen. Maar dan verliezen we de zo waardevolle kindertijd. Ons christelijke wereldbeeld is heel anders, omdat wij in het onderwijs van Jezus kunnen zien dat hij kinderen waardevol vindt, dat hij hen respecteerde. Hij hield van ze, zonder zelfs tegen ze te preken. Dus, als het lichaam van Christus, hebben we een echt Bijbels beeld van kinderen nodig en moeten we niet zo sterk beïnvloed worden door onze cultuur. Soms denk ik dat het best goed is wat de cultuur ons heeft gegeven, maar het is mogelijk niet het beste voor onze kinderen.